We zijn vandaag in Tilburg, te gast bij Louis. Ruim 1200 vierkante meter aan motorkleding, motorhelmen en noem het maar op. Maar wat is Louis precies? Marien ging op onderzoek uit. Brian, Louis, voor wie het nog niet kent, vertel eens, wat is dit voor bedrijf? Louis is echt de grootste leverancier, retailer als het ware, in motorkleding en onderdelen van Europa. Louis is van oorsprong een Duits bedrijf met het hoofdkantoor in Hamburg. Met meer dan 80 filialen, waarvan ook in Oostenrijk en Zwitserland. En in Nederland zijn we eigenlijk heel groot met de webshop. En dan hebben we eigenlijk de beslissing gemaakt van nee, Nederland heeft ook een winkel nodig. Waarvan nu in Tilburg een megashop. In Tilburg, nu 3 jaar. Ja. Vertel eens, hoe is die 3 jaar verlopen? Hoe is dat gegaan? Nou, het was even aftasten van hoe slaat het aan? We merken echt van Nederland is echt een motorland. Veel motorrijders en hobbyisten. Dus ook vooral met techniek, dat wij daar echt gewoon zien van klanten willen sleutelen, willen hun motor aanpassen, personaliseren. Van joh, hoe ziet mijn motor uit? Het is een hobby. Dus, ja. En hoe spelen jullie daarop in als ik hier zeg maar kom als klant? Ja. Ik stel een vraag en jullie hebben het hier. Hoe werkt dat? Nou, we hebben hier zat specialisten lopen die gewoon alles kunnen adviseren van hobby, wat heb ik nodig. Ik wil als eerste, ik ga een motorrijlessen. Ik heb net een nieuwe motor gekocht. Ik heb een tweedehands motor gekocht en die wil ik graag onderhouden. En daar gaan we de klant graag op adviseren wat allemaal kan en mogelijk is. En jullie staan vooral bekend om de kleding natuurlijk. Hè? Ja. Maar als ik het zo hoor, is dat maar een gedeelte. Klopt. Er is veel meer. Klopt. Vooral met de richting techniek. Dat is echt een afdeling die gewoon heel veel vraag naar is. Omdat er steeds meer ook klanten rijden motor. Ze hebben meestal een helm, ze hebben meestal een pak, ze hebben schoenen. Maar ik wil graag een telefoon houden. Ik wil graag een spotjes hebben. Ik wil graag een ander stuur. En daar zijn wij. We staan hier bij Vannucci, een fantastische Italiaanse naam, maar in Nederland nog relatief onbekend. Ja, terwijl Vannucci bestaat eigenlijk al 30 jaar. Dat is een huismerk van Louis. We hebben eigenlijk ook nog 2 andere merken, Recurve en Dead Louis. Daar komen we straks bij. Vannucci staat eigenlijk voor functioneel en hoogwaardig in het premium segment. Dus die kan zich echt meten aan Alpinstar, aan Danese. Zelfs Vannucci heeft zelfs bij de eendelige ook Tech R5 compatible. Dus het kan zich echt wel meten aan de beste. Ja, dit is overduidelijk een racepak van Vannucci, maar ik heb begrepen van dit merk zijn er nog veel meer segmenten. Ja, we hebben van Vannucci hebben we ook nog Allroad en Urban. En in die 2 categorieën hebben we ook nog 2 andere merken, waarvan Recurve en Detlef Lewis. Recurve is eigenlijk een jong, fris merk voor ons. Die bestaat na een paar maanden bij ons. Het is de merk die eigenlijk gewoon jong, fris, maar toch hoogwaardig materiaal en functioneel is. Kijk, dit is een voorbeeld. Dit is van Recurve. De kleuren mogen weer. Het is jong, fris, toch functioneel en voor alle veiligheidsvoorzieningen voorzien. Nou, dan hebben we hier van Detlef Lewis. Dan gaan we echt terug naar de retro look. Het is van de heer, maar we hebben natuurlijk ook van dames in het leer. Van meerdere soorten. Het is hartstikke duidelijk. Jullie hebben ongelooflijk veel, maar als ik hier binnenkom, krijg ik toch een lichte vorm van keuzestress. Help! Nou, daarvoor hebben wij de optie die wij ons via onze website kunnen boeken, is personal shopping. Personal shopping is eigenlijk dat wij een vaste adviseur aan u koppelen voor advies over kleding. Communicatie en techniek, waardoor eigenlijk gewoon een beter advies kan geven van wat beter past bij de persoon. Dat klinkt fantastisch, maar nemen ze dan ook echt de tijd voor? Ja, dat wordt echt aan een adviseur gekoppeld, waarvan ook kunt boeken voor een half uur of zelfs anderhalf uur. Een windtunnel midden in een motorzaak, ik heb het nog nooit gezien, maar vertel eens, want dat heeft ongetwijfeld een goede reden. Ja. Elke hoofd is natuurlijk anders. We hebben ook verschillende type helmen. Hier kan een klant een helm opzetten, hier kan zitten en een helm testen of die goed past. Nou, we staan hier inmiddels in een duidelijk andere ruimte, een hele andere sfeer. We gaan zelfs met een trappetje naar beneden. Waar zijn we beland? Ja,
We zijn nu in de afdeling techniek en vrije tijd. Eigenlijk, de afdeling techniek is eigenlijk alles voor de zelfsleutelaar. Maar we hebben natuurlijk ook hier alles voor op reis. Zoals slaapzakken, koffers, ook communicatiesystemen enzovoorts. Ja, nou dan zie ik hier gewoon een campingstoel in een motorzaak. Weet je, ik heb veel dingen gezien in een motorzaak, maar een campingstoel is voor mij echt nieuw. Nou, we hebben eigenlijk ook alles voor onze stoelen. Nee, eigenlijk alles voor op de motor, het accessoires. Handdoeken hebben we zelfs nog. En een kleine accessoires nog. Maar dat klinkt hartstikke leuk, maar ik zie een grote stoel. Maar jij garandeert echt dat deze op mijn motorfiets gaat passen? Nou, dat ligt wel welke motor je hebt. Nou, Brian, nog één keer over die stoel, want ja, ik ben daar echt wel door gegrepen. Hè. Stel je ervoor, ik krijg hem inderdaad op de motor en ik zak er in Zuid-Duitsland dwars doorheen. Kan ik dan ook bij een vestiging daar in de buurt terecht? Jazeker. Daarvoor hebben wij de Lewis klantkaart. Als je door de stoel zakt en hij staat gekoppeld aan je Lewis klantkaart, dan zit minimaal 2 jaar, wat normaal op kassenbonus, maar 1 jaar gratis erbij, dus 3 jaar totaal op elk product, behalve schoenen en accu's. Dan kun je in alle winkels van Lewis terecht, dus Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Dus dan heb je altijd een stoel onderweg. Het concept is me helemaal duidelijk. Jullie zijn op dit moment heel groot in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar hebben in Nederland nog maar 1 winkel. Hoe ziet de toekomst voor jullie eruit? We zijn natuurlijk ook heel groot in onze webshop, Lewis.nl. Daar waar je eigenlijk 24/7 eigenlijk alles kan krijgen voor de motorrijder. We hebben natuurlijk ook echt gewoon voor het kijken, voelen en aanraken zijn we op zoek naar meerdere strategische plekken in Nederland. Nou Brian, het is me helemaal duidelijk. We gaan nog ongelooflijk veel van jullie horen. Dank voor je tijd.